Vandaag staat Suriname samen met de rest van de wereld stil bij Wereldvoedseldag. Dit jaar ligt de nadruk op het thema recht op voedsel voor een beter leven en een betere toekomst, waarbij de toegang tot gezond, voedzaam en betaalbaar voedsel centraal staat als een fundamenteel mensenrecht. Op zijn Facebookpagina benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi het belang van voedselzekerheid en de inzet van de regering om de landbouwsector te versterken. De president merkte op dat Suriname over een rijke landbouwtraditie beschikt, maar dat er nog steeds uitdagingen zijn op het gebied van voedselproductie. Hij benadrukte dat de regering zich dagelijks inzet voor oplossingen door te investeren in moderne landbouwmethoden, boeren te ondersteunen en de infrastructuur te verbeteren om de voedselvoorziening te optimaliseren. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart benadrukte eerder in een interview met onze nieuwsdienst dat voedselzekerheid inhoudt dat mensen permanent en continu toegang hebben tot veilig, gezond en economisch haalbaar voedsel. Hij verduidelijkte dat deze toegang sterk afhankelijk is van de voedselprijzen en het inkomen van individuen. En het blijkt dus dat met de loop van de tijd dat de prijzen steeds stijgen, maar onze inkomen nemen niet toe. Waardoor de beschikking tot voedsel steeds gaat afnemen. En ik verwacht dus dat met de loop van de tijd steeds meer mensen honger gaan lijden en steeds meer mensen aan ondervoeding gaan lijden. Voor 1863 had je een heleboel producten die we vandaag aan de dag hebben, hadden we toen de tijd niet. We leefden van groenten en van aardvruchten. Ik moet toegeven dus dat ik heb 2 potjes gebracht, omdat ik pas recent ben begonnen, vanwege die stijgende prijzen, om te gaan planten. En omdat ik in eerste instantie niet voldoende tijd heb, ben ik begonnen om met potplanten te beginnen. En hier heb ik 2 voorbeelden, dat je hoeft geen perceel te hebben, want dit heb ik allemaal op mijn balkon. De prijzen nemen dus toe, waardoor je waarschijnlijk op een bepaald moment krijg je dus dat ik heb een taaierblad en mijn buurvrouw die heeft een amsoi en dan gaan we ruilen, waardoor er geen geld te sprake is. Verder moeten we dus de tot slaafgemaakte hebben vaak aardvruchten, daarvan liefden ze. Dus wij moeten dus ook nu aardvruchten gaan planten, zodat we nappie, zoete pataat, cassave, waardoor we eigenlijk rijst en brood kunnen gaan omzeilen. President Santokhi riep de Surinamers op om bewust om te gaan met voedsel en lokale producenten te steunen. Met deze oproep onderstreept de regering haar visie op duurzame landbouw als essentieel voor voedselzekerheid voor iedereen in het land.